En toen keek hij zo om zich heen en zei: heb jij een inseminatiekit nodig? Ik zei, ja! Schelden met homo, flikker of nicht. Op straat worden aangesproken. Waarom zie je er in hemelsnaam zo uit? Echt, het gebeurt allemaal nog steeds. En dat maakt me boos en strijdbaar. De verhalen van de LHBTI-gemeenschap moeten we blijven vertellen. En daarom ga ik in Café Het Sluisje op gepaste afstand serieuze gesprekken aan met een lach. Vandaag ga ik in gesprek met Jora, trotse moeder van twee zoontjes. Ik zag dat je hele coole sokken aan ja, hebt. Maar dat jij is, ook! Wij zijn sokkenmaatjes! Dit is echt zo, is wel echt een beetje gay, toch? Dat je denkt, ik wil laten zien dat ik bij de club hoor en dan doe je deze sokken even. Het is wel echt, wij zijn allebei echt radicaal, regenboogsokken aan doen. Een soort activistische sokken zijn dit. Je zei net al, ik heb twee zonen. Kun je er wat over vertellen? Ik ik ben natuurlijk met een vrouw en mijn eerdere vriendin, ik heb meerdere vriendinnen gehad, een soort harem. Gaan we het niet over hebben vandaag? Maar ik kwam langzaam maar achter dat vrouwen, de vrouwen die ik ontmoette, wel graag kinderen wilden. Dus dan ga je wel kijken hoe moet dat, want ik was 31 toen ik mijn oudste zoon kreeg. Ja. En ja, gek genoeg was er toen nog best wel weinig... Ja, echt over bekend, hoe moet dat? Hè? Ik had wel wat voorbeelden, maar ja, hoe gaat dan in zijn werk? Waar moet je terecht? Het is natuurlijk anders dan bij hetero's die een kind krijgen. Ja, je moet iets meer je best doen. Nou, toen kwam ik ook op het hele juridische deel terecht. Hè? Hij komt niet uit mij, dus hij is biologisch niet van mij. Hoe ga je dan toch zorgen dat hij van jou wordt? Ja. Dan moest ik geregistreerd partnerschap of trouwen. Dan moest je volgens naar de notaris. Ik moest naar een advocaat en uiteindelijk moest ik hem dus... adopteren. En dat vond ik toen al zo'n bizarre gang van zaken. Dan denk ik, jeetje, zitten we in 2012 en dan moet ik gewoon mijn eigen zoon adopteren. Uiteindelijk heeft de donor dan ook nog allerlei rechten om te zeggen, nee, het is toch wel mijn kind. Nou ja, goed, kwam een heel gek proces. Dus ik belandde daar ook wel in een soort van niemandsland. Van wat is eigenlijk mijn rol? Wat is mijn positie? Niet alleen persoonlijk, maar ook eigenlijk ook op wetmatig vlak. Van wat ben je eigenlijk? Waar is eigenlijk mijn rol? En uiteindelijk is dat natuurlijk gelukt. Het heeft wel heel veel geld gekost, dus dat ga ik ooit gewoon terugclaimen. Jullie hebben zo lang erover gedaan om die wetten doorheen te krijgen dat je als medemoeder gewoon kan erkennen. Ik heb me daartoe wel verbaasd. Dat ik ergens om te denken, ja, we leven heel modern, maar tegelijkertijd is het soms voor ook mijn kinderen zo achterhaald. Ja, ik merkte dat ook. Op een gegeven moment ging mijn oudste zoon, werd 3 en die ging naar die zat op een crash. En toen kwam ik erachter, hij heeft ook alleen maar boekjes met gewoon hetero gezinnen. Ja. En een kind gaat op die leeftijd gaat associëren van wie ben jij eigenlijk? Ja. Hè? En dan zat hij naar mij te kijken, keek hij naar mijn toenmalige vriendin, van nou dat is mama. Keek hij naar zichzelf, dat ben ik. En dan wees hij ook aan in het boekje. Ja. En dan dan zag je een man met zo'n baard en dan keek hij naar mij en dan zei ik, ja, dat ben jij, weet je wel. En dat was gewoon heel gek om te ervaren. Ja. En ook heel grappig natuurlijk. Maar daar zie je dus hoeveel er nog te doen is van de wetgeving en de juridische kant tot hoe je eigenlijk van jongs af aan kinderen leert dat er heel veel verschillende opties zijn die allemaal goed zijn. Even terug nog naar 31 toen je je oudste zoon kreeg. Hoe lang had jij al het gevoel dat je heel graag kinderen wilde? Of al waren dat vooral jouw vriendinnen die dat allemaal hadden? Ja, ik had helemaal niet een kinderwens. Dus het was echt zo, het kwam echt vanuit mijn toenmalige partner. Die zei, ik wil graag een kind. Toen ben ik daarover na gaan denken. En ik dacht, voordat we een donor hebben en ik kan altijd natuurlijk nog nee zeggen. Ja, en dan zit je helemaal in dat proces. En dan ben je natuurlijk ook wel benieuwd hoe, wat komt er dan uit en hoe gaat dat? Maar uiteindelijk ben ik er echt naartoe gegroeid. Ja. Nu kan ik hem natuurlijk niet meer wegdenken uit mijn leven. Maar ik had niet per se een kinderwens. En ja, ik moet ook zeggen, ik was natuurlijk bij die bevalling. Ik zou het ook niet aanraden aan vrouwen. Dus je zegt van, ik vind geen visitekaartje. Maar heel veel hetero vriendinnen vroegen ook aan mij later. Ja, maar had je dan niet zelf toen je die bevalling zag van, ik wil ook. Ik dacht, eerder nog minder. Want, jij bent blij dat je de meemoeder bent. Ja, ik denk zelfs dat ik misschien gewoon wel hetero ben en een vriendin heb genomen om de bevalling te doen. Dus het zou heel goede tip zijn voor mensen die de bevalling niet willen doen. Gewoon even tijdelijk lesbisch worden en hun vriendin laten bevallen. En dan
Nee, maar het is... Ik zie een hele nieuwe markt nu ook. Ja, ik ook. En, ja. Ja. En maar je partner wilde wel heel graag zelf de biologische moeder zijn. Of hebben jullie ook adoptie of andere routes overwogen? Nee. We hadden eigenlijk wel... We dachten, ja, we gaan dat zelf uitvogelen en zelf doen. En dat was ook een heel leuk proces uiteindelijk om dat zelf te doen. Ja. Je moet gewoon steriele potjes halen bij de apotheek. Je moet echt zelf op pad. Het is een hele happening. Het was echt een hele happening, ja. Maar het gekke is, toen kwam ik ook achter dat ik zelf soms nog... Ik moest dan zo'n steriel potje halen voor het zaad. Hè, want dat zouden wij dan aanleveren aan de donor. Maar ik was zelf ook gewoon nog dat ik bij die drogist of bij die apotheek... Dat heb ik allemaal nodig. Ja, en dat ik ook niet durfde te zeggen. Dat ik ook tegen die fans zei van... Ja, nee, mijn moeder heeft een blaasontsteking. Steriele potjes nodig. En een spuitje. Hij zei ook, een spuitje? Maar waarvoor heb je nou? Want ze kan toch dan in dat potje? Nee, want dan kan ik het met dat spuitje. En hij zat me aan te kijken. En toen keek hij zo om zich heen en zei... Heb jij een inseminatiekit nodig? Ik zeg, ja, dat heb ik nodig. Ja, dat ik zelf ook nog een beetje het spannend vond. Maar natuurlijk, dat proces is leuk. Maar dat lijkt me ook, als je dat komt overhandigen aan de donor, is dat ook wel... Ja, en als je het komt ophalen ook. Want je moet het ook niet in het licht houden, weet je wel. Ik zat echt zo, ik had toen nog een brommertje, dus ik heb het zo hier gestopt. En een brommertje en zo. Ja, en ik stapte het brommertje af en ik wilde mijn huis inlopen. En ik zat ook opeens, waar is dat hele potje gebleven, weet je. Was het ook naar beneden gezakt. Je zat maar verliezen, weet je. Ben in één klap 1 miljoen kinderen kwijt onderweg. Je zou betrapt worden de politie van, wat doe je dat doen? Wat heeft in dat potje zitten? Ja, het is zo plastisch gebeuren, maar ook zo geestig. Dat je moet je dan in zo'n spuitje doen en een beetje tegenaan tikken zodat het luchtbelletje eruit gaat. Denk je, daar zit mijn kind in. Ja. Wat heb ik nou voor verhaal straks als hij groot is? Maar nu is het een zoetsappig verhaal waar we heel erg op kunnen lachen. Maar ik kan me ook voorstellen dat je er soms helemaal gek van werd of zo. Of ging het heel soepel wel? Dat je dacht, waar zijn we mee bezig? Dat kan ook wel. Kijk, bij ons lukt het heel snel. Hè? Okay. Maar ik kan me voorstellen als dat heel lang duurt en je moet echt een heel groot en lang traject in, dat wel frustrerend kan zijn. Maar goed, dat geldt ook voor hetero's. Die hebben uiteindelijk ook heel vaak moeite om zwanger te worden. En dan wordt het ook niet meer heel romantisch, weet je wel? Nee, ik denk dat voor heel veel, dat heel veel mensen met kinderen zich dat wel kunnen voorstellen. Dat het niet alleen maar romantiek is. Ja. Hoe heb je de vader uitgekozen? Is dat iets wat jullie... Was het een bekende? Of, ja, uiteindelijk wel, ja. Ja. En de, natuurlijk, je gaat kijken naar anoniem donorschap, hè, dat kan ook. Trouwens, ik wilde me toen aanmelden. Er zijn heel veel wachtlijsten. Hè? En ik belde, toen wist ik er ook nog niks van. Dus ik bel naar Arnhem, naar het ziekenhuis. Van, ik wil op de lijst voor een donor. Die vrouw aan de telefoon, wat erg. En wat is er allemaal aan de hand? Ik zei, eigenlijk is het wel leuk, maar ik zoek gewoon een donor. Och, maar ja, heeft u een ongeluk gehad? Ik zeg, ongeluk? Nee, ik heb geen ongeluk gehad. Maar die dacht een donor. Man en vrouw, en dat die dacht, je hebt een hart nodig of een nier. Die dacht dat ik een hele andere donor zocht. Maar toen ze zei, bedoel je een spermadonor? Ik zei, die had er helemaal een ander beeld van. Maar nee, uiteindelijk, ik denk dat ik vind het persoonlijk belangrijk, en ik weet dat niet iedereen in die situatie verkeert, maar ik denk dat het persoonlijk belangrijk is voor een kind om te weten waar die vandaan komt. Hè? Ik bedoel, wij voeden de kinderen op. Ja. Ik heb inmiddels ook een tweede kind, met een nieuwe partner trouwens, heel erg modern. Hmm. Ja, gewoon een tweede leg inmiddels weer. Maar en dat op jouw leeftijd al? Ja, dat op mijn leeftijd. Ik ben best wel trots op eigenlijk. Ja. Nee, maar dat een kind kan weten waar die vandaan komt, hè? Wat de rol ook is van die donor. Dat het niet compleet anoniem blijft, maar dat je wel... Nee. Maar goed, niet iedereen zit in die situatie dat je een bekende kan vragen of kan krijgen überhaupt. Hè? Dus ja, wil jij eigenlijk vader worden? Of, steeds minder eigenlijk. Oh. Ja, dat is een gek antwoord misschien. Maar dat is moet je ook niet met mij praten. Nee. Dan wil je daarna helemaal niet meer. Nee, ik ben nu 33. Ik denk dat ik het 10 jaar geleden of zo had ik heel erg in mijn hoofd. Ik wil heel graag vader worden. En het moet zo jong mogelijk. Want ik wil een leuke jonge vader zijn. Maar ja, dat kwam er gewoon niet van. En nu heb ik zo'n druk bestaan. Dat ik denk, ik heb een hond. Daar ben ik heel blij mee. Maar ik vind het soms wel een hele uitdaging om de hond in leven te houden. Ja, dus ik zou niet weten waar dat kind nog in het leven erbij zou moeten passen. Nee. Maar mijn zusje is in januari voor het eerst moeder geworden. En ben weer helemaal verliefd op mijn kleine neefje. En ik heb heel veel vrienden die nu ook het eerste kindje hebben. Dus bij ons in de vriendengroep komen er steeds meer kinderen bij. En ik ben wel vaak degene
die dan gewoon met die kinderen op show gaat. En ja, ja, ja. Ik ben er heel vrij makkelijk mee, dus ik vind het wel heel leuk. Praktische vader, als je een vader was. Ja, ja. Ja. Maar nee, nu past het gewoon echt niet in mijn werk en het werk van mijn vriend en zo. Dus dat maakt het wat lastiger. Dus ik ben nu maar gewoon suikeroom voor heel veel neefjes en nichtjes. Nou, is ook ideaal. Ja. Hè? Wel de lusten en niet de lasten. Precies, precies. Dus nou, misschien dat we het gewoon lekker zo houden. Dat, ja. En die, ik ben heel benieuwd, hoe heb jij het geregeld met de moeders en de vaders? Want daar gaat het dan vaak over, ook bij ons in Politiek Den Haag, hè, modern family. En dan merk je dat de conservatieve krachten al snel zeggen, ja, dat als je meer dan twee ouders hebt, dan wordt het heel ingewikkeld om het te regelen met elkaar. Nou, dat is in ons geval niet zo, want het is heel duidelijk, mijn twee zoons hebben gewoon twee moeders. En alles daaromheen is gewoon stiefmoeder of donor. Of, die hebben juridisch natuurlijk eigenlijk niks te maken met mijn kinderen. Ja. Alleen, ik kan me voorstellen dat op het moment dat jij een gedeeld ouderschap hebt met bijvoorbeeld, ik noem maar iets, stel we hadden een gedeeld ouderschap gehad met twee mannen. Ja. Dat kan ook, dat gebeurt ook regelmatig. Dat het heel belangrijk is dat die twee mannen allebei erkend worden als ouder voor dat kind. Ja. En dat gaat niet alleen over erfenissen, maar dat gaat soms ook over hoe het op papier staat. Hè. Toen ik nog geen erkenning had over mijn kind en dat die adoptie moest regelen, toen heb ik ze ook bij de notaris, maar weet wel dat jij kan nog weggespeeld worden als het ware. Of als er iets met het kind is, jij mag niet mee naar de IC. Weet je wel, dat gaat over hele wezenlijke dingen die ik denk dat juist als je denkt aan kinderen, want je moet niet denken vanuit volwassenen wij vinden dat conservatief en wij vinden dat niet nodig. Nee, je moet kijken, wat is nou het beste voor het kind? En het beste voor het kind is dat die ouders op alle vlakken die ook de ouderrol zijn en kunnen spelen, vervullen. Dat geldt net zo goed voor stiefouders die op jonge leeftijd betrokken zijn bij dat kind. Hè. Mm-hmm. Sommige kinderen hebben stiefmoeder of stiefvader en zien hun eigen vader of moeder misschien niet meer. Ja. Het is belangrijk dat die mensen erkend worden. En dat op een goede manier geregeld wordt. Of als een kind inderdaad drie ouders heeft, wat ook voorkomt. Of vier ouders. Ja, is dat erg voor een kind? Ik denk van niet. Ik denk eerder precies. Dat het een verrijking is. Ja. En dat het voor een kind belangrijk is dat stabiel is en ook binnen de wet geregeld is. Ja, want jij noemt het voorbeeld van meegaan naar de IC. Hè? Dat kun je niet voorstellen dat je niet bij je kind zou mogen. Maar zo in gaat zo'n dat kwetsbare wel. Plek. Maar het is ook bijvoorbeeld een ouderavond. Hè? De scholen mogen in principe een meerouder weigeren bij de ouderavond als je niet juridisch de ouder bent. Ik kan me voorstellen als je in een wat conservatieve omgeving opgroeit als zo'n kind zijnde, dat dus ook wel voorkomt. Ja. Ja, het is hier in Amsterdam waarschijnlijk bij de meeste scholen. Nee, maar dat weet je natuurlijk ook weer niet. Maar goed, ik denk dat op het moment dat de school daar gebruik van maakt, dat een dermate groot effect heeft op een kind die misschien al net in een andere situatie zit. Want zo moet je het ook zien. En als het dan ook vanuit de wet of de politiek niet goed geregeld is, dan krijgt een kind toch het gevoel van, hé, hoe zit dat eigenlijk met mij? Ja. Ja, er komt dan veel onzekerheid bij kijken. Ja, dat is echt zeg maar de juridische kant regelen, dat het makkelijker wordt voor ouders, of dat het nou een homostel is, een lesbisch stel of een meer ouderstel, dat je niet door al die rompslomp heen hoeft om die erkenning te krijgen. En ik vind het soms lastig aan politieke beslissingen, dat op dat vlak veelal door mensen wordt besloten die zelf niet in die situatie zitten. Mm-hmm. En daarvan zou ik zeggen van, ga nou eens even gewoon goed kijken hoe dat is. In plaats van dat je alleen maar theoretisch over gaat praten, maar ga eens echt in gesprek. Ga bijna een week eens samenleven met mensen die hierin zitten en hoe dat voor hen is. Ik kan het wel eens vragen aan een SGP-Kamerlid, of dat ze gewoon een beetje bij jou in huis willen komen. Dan kunnen ze even eigenlijk. Dat lijkt me sowieso heel gezellig. Doe dan even een vrouw, want die doet meteen het huishouden, geloof ik, toch? Die kunnen dat heel goed. Ik ga kijken wat ze willen. Maar die noemde net kinderboeken. Ja. Dat vind ik zelf een heel interessant fenomeen, inderdaad. Ik heb bij mijn familie zitten ook kinderen die een zwarte huidskleur hebben en die nooit kinderboeken lezen waar dan de hoofdpersoon een donkere huidskleur heeft. Gelukkig komen er wel steeds meer ook van dat soort kinderboeken, maar dat is denk ik ook qua roze verhalen erg weinig beschikbaar. Ja, klopt. Of het is heel, heel erg zo'n leerboek, hè? Zo van, het is heel serieus. Wordt heel uitgelegd. Het, ja, weet je wel. Bijna voorlichting. Het gay varkentje met de twee moeders, twee vaders. Maar dat het echt zo heel letterlijk is. Terwijl ik zou denk ik mooier vinden als het wat meer
ja, meer mengt gewoon. Hè? Dat je het gewoon wat vaker ziet, zonder dat er zo wordt opgewezen. Kijk, die heeft twee moeders, die heeft twee vaders. Ja. Die is homo of die is lesbisch, het is er die gewoon, zwart. In plaats van het dat is er gewoon. Ja. En dat is denk ik ook belangrijk voor de nieuwe generatie. Dat je wat meer ziet dat het mengt en dat het er gewoon is. Dat je ziet het ook in de media of op tv of in films en series. Als het over homo's gaat of lesbiennes of trans mensen. Of, nou ja, het gaat altijd gepaard met een complex coming-out verhaal. Ja. Hè, het is nooit een feit van diegene heeft gewoon is gewoon lesbisch of is gewoon homo en heeft een kind. Of, het is vaak... Komt er een soort complexiteit bij. En waar komt dat vandaan? Denk je dat die mediawereld dat nog steeds doet? In de media zijn we natuurlijk altijd op zoek naar rampverhalen. Hè? Dat is het. Dat is, je wil altijd weten. Ja, ik wil ook bij jou weten. Oh, heb je als je een hele slechte jeugd hebt gehad, dan is het natuurlijk heel interessant. En hoe heeft hij zich daaruit gevochten? Of als je erg ziek bent geweest. Dat is natuurlijk iets waar we allemaal naar willen kijken, want we willen allemaal naar helden kijken, hè, die hebben gevochten in het leven. Terwijl ik denk van ja, het kan ook gewoon gaan over het burgerlijke leven en daarin zijn ook soms twee moeders en twee vaders. En als je dat wat meer naar buiten brengt, dan wordt het ook wat normaler, ook juist voor kinderen die gewoon jonger mainstream, zijn. Mainstream, ja. Vind je jezelf burgerlijk? Heel erg. Ja, mensen zeggen ook altijd, oh, ik zit op de bank en oh, met die lockdown. Dan denk ik, ja, ik zit al 5 jaar op de bank. dus ik trad ook op, nu even niet door corona, maar de mensen ook rock en roll optreden. Nee joh, ik ga naar weet ik veel Lutjebroek en daar kom je zo gebouwen, zo'n koude kleedkamer. Je treedt op. Ik ga weer naar huis, ja, maar dan kroegen, bier. Nee joh, thuis, Camille, twee naar bed. Weet je wel, ze zijn wel die rock en roll. Ja. Dat moet je eruit knippen, want ze komt natuurlijk helemaal... Nee, dat kan jouw imago niet aan, deze confessions. Nee! Heeft een van jouw kinderen ooit issues gehad of zo, omdat hij twee moeders heeft? Dat hij dat op school, of vriendjes of iemand er wat van vindt? Of? Nee, niet per se oordelend, maar wel dat er veel vragen komen. Er was ook een keer een vriendje bij ons thuis en die zei dan tegen mijn vriendin van, ja, ben jij de oppas? En was dan zijn stiefmoeder dan, maar ja. Nee. En hoor je me dan in een andere kamer, hoor je ze praten, ja, is je papa dood? Oh, weet je wel? Zo van, ja, is hij er niet? Hij moet dan wel dood zijn. Ja. En, ja, wel vragen van, er wordt wel gevraagd, waar is jouw vader? Ja. En nu kan hij dat wel, dat verhaal vertellen. Nou, ik heb een donorvader en ja, voor hem is het zoals het is, totdat hij er vragen over krijgt. Ja. Maar heb je het idee dat hij dat lastig vindt als er dan vragen over komen? Of is het zo normaal voor hem dat hij gewoon dat verhaal, dat hij er gewoon een antwoord geeft en we gaan weer door? Ja, ik denk dat hij dat wel, dat denk ik, dat laatste. Dat hij wel gewoon dan daarna weer denkt, nou prima, ik ga weer door. Maar ik denk dat heel veel kinderen dat ook zo doen. Ja. Hè, die denken gewoon, een spontane vraag, een spontaan antwoord. Ja, en dit is wat het is. Maar het grappige is, en het apart ook, is dat ik laatst ook zei tegen hem van, ja, maar ben je al verliefd? En, een meisje of een jongen? Nee, geen jongen. Dacht ik, jammer, ik had het wel heel leuk gevonden. maar nu al wel zo, nee. En hij zei ook een keer iets van, ja, maar twee mannen kunnen niet trouwen. En toen dacht ik, hé, maar wat voor een opvoeding geef ik hier? Het gaat mis. Ja. Dat kan niet, hoezo denkt hij dat? En dat is dus toch dat hij dat niet om zich heen dan ziet. Of toch, ja, dat al die Disney-films, alles is mannetje, vrouwtje. Hè? Dus ja, je ziet natuurlijk niet, Piet Piraat met matroos Jan het hok in gaan. Nee. het is gewoon wel jammer. Ik vind wel zelf dat de laatste jaren, bijvoorbeeld in series als Spangas en Goede Tijden, en dat daar ook redelijk normaal... Ja, maar dat is wel laat, vind je niet? Laat. Ja, dus stel jij bent nou... Hoe oud was jij toen jij voor bij jezelf merkt... Wacht eens even, ik voel iets voor jongen. Ik denk dat bij mij dat hele nadenken op mijn 12e, 13e begonnen is. Dat ik rond mijn 17e, 18e echt de moed had om er voor uit te komen. Ja. Maar ik heb, als ik nu terug... Daar heb ik al veel over met generatiegenoten. Dat in die tijd op tv... In Nederland eigenlijk, je had Jos Brink en Gordon, zeg maar, en dat was het. En daar verder had je eigenlijk weinig van die rolmodellen. Dus ik ben wel heel blij dat in die jeugdseries, of in ieder geval series die veel door jongeren worden gekeken, dat het nu wel meer is. En je ziet ook op Instagram en andere social media, zie je veel jonge mensen die
Toch wel een soort van rolmodel. Vind ik ook heel goed. Maar als je kijkt naar kinderen, wanneer begint dat? Moet veel eerder. Ja, want dat hokjesdenken begint eigenlijk op het moment dat je een beetje de puberteit in komt. Hè? Ja. En daarvoor ben je nog vrij open in wat is er eigenlijk allemaal. Ja. Op het moment dat je alleen maar ziet... Als je alleen in het hokje zit, is het moeilijk. Ze hebben eigenlijk net te laat. Dan weet je al dat er jongeren zijn die al weten, ik ben anders en hoe ga ik mezelf uiten. Als je op wat jongere leeftijd al laat zien, er kan van alles. Hè, ook op scholen, op lagere scholen, die diversiteit is heel belangrijk. Want op het moment dat je opgroeit in een gezin waar dat niet gebruikelijk is om het daarover te hebben. Ja. Of waar het heel wit is, hè, een witte omgeving. Ja, wanneer maak jij kennis met diversiteit? Ja. En ik denk dat je dat op veel jongere leeftijd moet ontwikkelen. Ik heb een dilemma tot slot. Als we dit willen aanpakken, je moet kiezen. Je maakt of een Disney film waarin dit al meteen geregeld is. Je schrijft een kinderboek dat niet zo met een wijsvingertje is, maar gewoon goed in elkaar zit. Nee, ik ben nu toevallig bezig met het ontwikkelen van een kinderboek. In die uitgeverij en zitten moeilijk te doen. Ja. Maar nee, ik ben er wel mee bezig met dat kinderboek. Ik heb al een paar jaar dat ik dat heel graag wil. Gewoon puur dat mijn kinderen, en het is alweer bijna te laat, gewoon een boek hebben waar ze dat in zien zonder dat er inderdaad wordt gezegd, kijk eens even hier. Ja. Jullie zijn anders. Ja, dus dan dat. Maar die Disney film, dat zou echt fantastisch komen. Ja, maar dan mag je ook met heel veel liedjes en dingetjes en opsmuk. Oké, nou wie weet dat we dat de komende jaren gaan meemaken. Ik hoop het. Nou, ik ben blij dat ik gisteren mijn hele Valentijnsweekend heb besteed aan het foto's uitzoeken. Ja, dat ben ik weer vergeten te vragen. Ik voel me al af, het is zo ijdel om ook foto's hier, leuk. Nou, dit, en toen was ik 16 en dacht ik, ben ik nou lesbisch? Nee, ja. Oh ja. Nou, en toen dacht ik, nee, hetero, doe normaal met een huid. En toen dacht ik, nee, toch uit de kast, lekker een beetje lesbisch zo. Dit programma heb ik gemaakt op een gegeven moment, dat ging over... eigenlijk het lesbische ouderschap. Want mensen vroegen mij daar zoveel naar dat ik dacht, nu ga ik er een theaterprogramma over maken. Dan kopen ze maar een kaartje en verdien ik er geld met mijn verhaal. Slim. En wat zit er dan in de zaal van het publiek? Allemaal mensen denken, oh my god, wat spannend. Ik had een paar mensen na afloop die tegen mij zeiden, wat doet je vriend? Ik zeg, maar ik heb net anderhalf uur verteld van mijn vriendin. Ja, maar cabaretiers verzinnen toch van alles? Ik heb inderdaad mijn hele heel veel relatie. Research gedaan, ik heb ook geen kinderen, maar ik heb wel een vriend die zit in de ICT-sector. Wat erg. En dit is dit zijn wel leuke plaatjes zo door de jaren heen. Hoe oud was jij toen je echt dacht, oké, vrouwen, dat is echt het. Heel laat hoor, 24, dat ik echt uit de kast kwam. Zo zonde, ik had daarvoor zoveel gebruik kunnen maken van mijn uiterlijk. ik zocht echt in de verkeerde hoek. Ja. Dat ik echt dacht, ik kan gewoon geen relaties hebben, dat is het. Ik krijg het benauwd en ik zat op toneelschool en dan... Oh ja. En de middelbare school had ik één lesbienne, kende ik daar... En daarvan zat ik heet het aan te refereren, ben ik lesbisch, ja of nee? En omdat je zo niet met haar kon identificeren, nee, dat klopte was het. Dat niet? Ja, dacht ik, ben ik niet lesbisch, weet je wel, zo. Okay. Maar later en in welke van deze fases had je dan voor het eerst wel een leuke dame aan aangeslagen? Ja, ik denk hier, maar... Ja? Ja, maar goed, ik werd in begintijd nog vaak gedumpt, dus je snapt wel waarom. Dank je wel dat je je verhaal met mij wilde delen. Ja. En dus niet alleen maar tips gedeeld over hoe het is om Modern Family te zijn, maar ook hoe je voorkomt dat je gedumpt wordt. Doe nooit dat aan. Nee. Oké, dank je wel.